De gemeente en de drie grote woningbouwcorporaties in Arnhem hebben een convenant gesloten over de besteding van 2,5 miljoen euro subsidie. We spraken met Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting, en wethouder Gerrie Elfrink. De Arnhemse woningcorporaties krijgen 2,5 miljoen voor duurzaam wonen. Wat vindt u daarvan? Ja, daar zijn we heel blij mee, want dat betekent dat het een impuls is voor het verbeteren van de energieprestaties van de woningen. En dat vertaalt zich naar lagere energielasten voor de huurders. Er wordt ook gesproken over een energielabel terugbrengen. Wat is dat precies? Ja, alle woningen hebben een energielabel en als het een heel goed geïsoleerde woning is, dan heeft het energielabel A. En als het een slecht geïsoleerde woning is, dan is het label G. En dat is de kunst om de woningen niet meer op G te hebben, maar bij B, A of zelfs daarboven te krijgen. 2,5 miljoen voor de woning, drie woningcorporaties zijn. Wat is de verdeelsleutel daarvan? De verdeelsleutel is naar aantal woningen dat de corporatie in Arnhem heeft. En dan is het grofweg zo dat Volkshuisvesting de helft krijgt en Vivare en Portaal allebei ongeveer een kwart. De wethouder zei, de gemeente stelt dit geld ter beschikking. Maar is het eigenlijk niet zo dat de woningcorporaties in, laten we zeggen, een tijdje terug daarvoor geld betaald hebben? Ja, dat is een beetje hoe je daarnaar kijkt. Ik zie het zelf wel als een vorm van compensatie. Maar het geldt ook zo dat daar waar er eerst sprake was van een bedreiging of waar we het oneens waren met elkaar, dat dit een positieve wending heeft gekregen. Ik noem dat altijd een bedreiging omzetten naar een kans en dat is hier gebeurd. Vandaag een uniek moment, een historisch moment, zei u. Waarom is het zo historisch vandaag? Nou, omdat de gemeente Arnhem en de corporaties een afspraak met elkaar hebben gemaakt over het verduurzamen van woningen in de stad Arnhem. Belangrijk vanwege het milieu natuurlijk, een betere en schonere wereld. Maar ook belangrijk omdat daarmee energielasten van huurders omlaag kunnen worden gebracht. En het unieke is dat een gemeente in Nederland samen met de corporaties een dergelijke samenwerking aangaat. En wij investeren 2,5 miljoen in het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen van de corporaties. Dus dat doen we samen. Maar ja, de coöperatie, bijvoorbeeld Volkshuisvesting, heeft gedreigd Schuitgraaf te stoppen. Omdat het niet, laten we zeggen, eens werd met de gemeente. Ja, ik heb ook dingen in de krant gelezen, maar ik heb ook gewoon hele goede gesprekken gehad met meneer Breeman. En vandaag staan meneer Breeman en meneer Keits en meneer Angenent hier samen met mij om de handtekening te zetten. Dat hebben we net gedaan onder een fantastisch akkoord. Dus de kou is uit de lucht. Ja, wat mij betreft is het nooit geweest.